de verantwoording van zwakke schakels binnen de regering en hetgeen zij hebben misdaan moet worden gezocht bij het instituut van de president. Politicoloog Hans Breeveld reageerde op de aankondiging van het staatshoofd met betrekking tot het reshuffelen van ministers. Het is de president die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt van het heel regeringsteam, meent Breeveld. Niet de ministers, maar als iemand iets misdaan heeft en u bent niet eens daarmee, dan zou u terecht moeten zijn bij die president. Maar wat is de reden? Dus nogmaals, wij blijven in het duister tasten wat de echte reden is. U weet dat wij ooit eens, want die vorige regering onder meneer Boutersen, die heeft dat geïntroduceerd, dit verschijnsel. Vroeger gingen de mensen, zaten de mensen meestal, als het kan, voor hem waren ook wel wat zaken, de militaire periode. Maar we kennen de tijden nog van Pengel, Emanuels, et cetera, al die ministers, minister-presidenten, waarbij men een periode uitzat. En als men wegging, ging men met de reden. Bij het vorige kabinet gingen zelf 2 ministers van Financiën weg. En nooit hebben we geweten en tot nu toe weten wij niet wat de reden is. En ik denk dat het vooral van belang is dat wij het electoraat is in een democratie het meest belangrijke, want de ministers zitten niet voor zichzelf daar, ze zitten niet voor de president daar, maar ze zitten daar voor de bevolking die de belastingen betalen, waardoor zij uitbetaald kunnen worden. En dus is het belangrijk in een democratie dat wij aan het volk bekendmaken waarom de mensen weg zijn. Breeveld vindt het verwerpelijk dat de regering ertoe wilt overgaan om extra stimulans te geven aan ministers en particulieren bij het snel afronden van projecten. En eigenlijk een minachting naar de ministers toe. Dat zij onvoldoende gekwalificeerd zijn. En dat geeft aan dat u niet met de beste mensen van start bent gegaan. Op basis van welke criteria hebben de mensen gekozen? Want dit kost ons allemaal geld. Het feit van zogenaamd reshuffelen, een verkeerd woord, dus eigenlijk zouden we het niet meer moeten gebruiken. Het feit dat wij iedere keer als je mensen de laan uitstuurt, betekent het dat jij de verkeerde persoon had aangetrokken. En als wij nu nog die mensen aantrekken en dan nog deskundigen, wat dan ook, erbij moeten halen, die wij als burgers moeten betalen, het is geld vergooien en het is bijna wanbeleid, wanbestuur. De politicoloog benadrukt daarom het belang van een goed profiel waaraan hoge functionarissen moeten voldoen.